Ik neem je mee naar Tilburg University, waar je gaat kennismaken met academische vaardigheden. Hier leer je om die vaardigheden in te zetten om vraagstukken uit de samenleving te beantwoorden. En wie weet, misschien bezit je die vaardigheden al wel. Moet je kijken. In dit onderzoek staat dat van ijsthee je seksdrive omhoog gaat. Nou, normaal drink ik cola, maar ik denk dat ik toch ga overstappen. En de gegevens komen van de Universiteit van Yale. Nou ja, zij weten wel waar ze het over hebben, toch? Toch twijfel ik. Het lijkt een beetje te mooi om waar te zijn. Betere seks door een glas ijsthee? Ik vraag me af of er een manier is om erachter te komen of deze gegevens kloppen. Ik heb een afspraak met Eva en zij kan me daar vast bij helpen. Zeg Eva, jij hebt veel verstand van brongebruik. Klopt, want dat is waar je al je informatie vandaan haalt. Je leert alles uit artikelen, boeken, lezingen. Je kunt dus wel stellen dat een goede student goede bronnen nodig heeft. Maar een bron is toch een bron? Doet dat ertoe? Nou, je hebt betrouwbare bronnen en je hebt onbetrouwbare bronnen. Net zoiets als dat je gezond en ongezond eten hebt. En als je te veel ongezond eet, dan krijg je... buikpijn. Of in het geval van je studie een hoofd vol foutieve informatie. Het is dus belangrijk dat je kritisch blijft waar je die informatie vandaan haalt. En dat leer je op de universiteit. Je hoort daar als het ware een fijn proeven van kennis. Kom maar eens mee. Als student sociologie zie ik wat onbetrouwbare bronnen met mensen doen. Zo zie je in de klimaatdiscussie dat voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar staan. En waarom? Omdat ze dag in, dag uit onzin lezen op social media. Fake news. Het is tegenwoordig heel gemakkelijk om zelf grafiekjes te maken die klimaatverandering bevestigen of ontkennen. Het gevolg hiervan is dat er wel veel onzin wordt verspreid. Maar hoe herken je nou een betrouwbare bron? Dit hier is een onbetrouwbare bron. Niet omdat het onderzoekje klimaatverandering ontkent, maar omdat je niet kunt zien wie het onderzoekje heeft uitgevoerd. Ook zie je niets over de omstandigheden of details van het onderzoek. Hierdoor kan ik niet controleren of de resultaten wel zuiver zijn. Je moet het zo zien. Een bron is een estafetteloop aan kennis. Iedere onderzoeker geeft het stokje aan informatie door. Deugt het stokje niet, dan gaat het na twee keer doorgeven kapot. Een betrouwbare bron is onafhankelijk. Dit betekent dat onderzoekers er geen belang bij hebben of klimaatverandering echt of nep is. Zij voeren simpelweg een onderzoek uit en presenteren het resultaat. Bijvoorbeeld in een academisch boek, een wetenschappelijk artikel of een belangrijke krant. En dat zouden ze in de klimaatdiscussie moeten doen. Blijf niet in je eigen beleefwereld hangen. Toets elkaars stokje. Niet alleen die van jezelf. Een betrouwbare bron is niet bang om veelvoudig getoetst te worden. Dus de herkomst van een bron is belangrijker dan hoe spannend een bron is. Indrukwekkende citaten, dat is niet genoeg? Klopt. Een leuke, flitsende bron met een twijfelachtige herkomst is onbruikbaar. Ik moet dus eigenlijk op zoek naar de bron van de bron. Zoiets ja. Is de bron het doorgeven waard? Ik wou dat ik destijds de beschikking had gehad over zoveel mooie bronnen. Maar als ik nu mijn profielwerkstuk zou maken, zou ik wel kritisch moeten blijven over de kwaliteit van de bronnen. Mijn profielwerkstuk gaat over de geschiedenis van racisme. En Wikipedia staat natuurlijk vol met mooie weetjes die ik daarvoor kan gebruiken. Dankzij Eva weet ik nu dat ik kritisch moet kijken naar de manier waarop Wikipedia bronnen vermeldt. Ah, kijk, dit is een mooie quote. En als ik op het cijfertje achter klik, ja, dan krijg ik een hele lijst met allemaal bronnen. Dit citaat komt uit een boek van een belangrijke uitgeverij en kan ik dus veilig gebruiken voor mijn profielwerkstuk. Als ik nou kijk of deze quote letterlijk in het boek staat, kan ik zelfs het boek als bron vermelden. Ai, dit is een leuk feitje, maar omdat er geen bron bij vermeld staat, twijfel ik. Hier staat zelfs citation needed, oftewel dit feitje is onbevestigd. Misschien heeft iemand het wel gewoon verzonnen. Geen goede bron dus. Als je oog voor detail hebt, kun je op Wikipedia hele goede bronnen vinden. En de hele slechte? Links laten liggen. En dat geldt trouwens ook voor social media. Ik zou dit onderzoek kunnen gebruiken in mijn profielwerkstuk. Maar alles aan deze bron voelt fout. Op onderzoek dus. En wat blijkt? A. Crime Statistics Bureau bestaat helemaal niet. B. De cijfers van bijvoorbeeld betrouwbare organisaties als de FBI zijn heel anders. En C. De auteur, in dit geval Donald Trump, is niet onafhankelijk. Eén van deze punten zou al voldoende zijn om dit onderzoek te disqualificeren. Oftewel, dit stokje wil ik niet doorgeven. Weg ermee. Dankzij Eva ben ik veel kritischer gaan kijken. Nu gooi ik de rotzooi weg en blijft de kwaliteit over. Dat is fijn voor mij, maar ook voor mijn lezers. Nee, nu ik dit zo zie, is dit ook een belachelijke bron. Er staat geen specifiek onderzoek bij vermeld en de opmaak is ook een beetje raar.
Nee, van ijsthee ga ik niet beter knuffelen. Maar wat ik wel heb geleerd is hoe ik de goede van de foute artikelen moet scheiden. En dat pakt niemand mij meer af. Tenzij dit filmpje fake news is natuurlijk.